Max Verstappen heeft de sprintrace in Austin gewonnen, maar start vanaf P2 tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Norris werd in de sprintrace derde, maar wist de pole position te pakken mede dankzij een crash van George Russell. Verstappen vertrok gisteravond vanaf pole bij de start van de sprintrace en kwam goed van zijn plek. Norris klom knap naar de tweede stek en vond snel de aansluiting bij Verstappen, terwijl de beide Ferraris met elkaar in gevecht gingen. Norris kon in de beginfase redelijk bijhouden, maar richting het einde begon hij last te krijgen van zijn versleten voorbanden. Norris leek als tweede over de streep te gaan komen, maar werd in de allerlaatste ronde verrast door een aanval van Sainz. Vervolgens probeerde ook Leclerc nog aan de McLaren voorbij te gaan, maar Charles slaagde hier niet in. Sainz finishte zodoende als tweede, Norris als derde en Leclerc als vierde. De kwalificatie van de hoofdrace begon om middernacht. Q1 had een verrassende afvaller, namelijk Lewis Hamilton. Hij kwam niet verder dan de 19e plek. Dit is mogelijk het gevolg van schade aan zijn auto die gevonden werd na de sprintrace. In de tweede sessie was Verstappen het snelst, maar McLaren maakte wel duidelijk een stap in de goede richting. Gasly was ook snel en wist door te komen naar Q3. In die laatste kwalificatiesessie was het Norris die in zijn eerste run de snelste tijd neerzette. Verstappen was slechts 300ste van een seconde trager en zette daarmee de tweede tijd neer. Perez zette een tijd neer die goed was voor een 8e plek, alleen die werd afgepakt omdat hij track limits had overschreden. Tijdens de tweede run zette Verstappen een snelste eerste sector neer, maar hij moest zijn rondje afbreken omdat George Russell zijn auto in de muur zette in sector 3. Niemand kon zich uiteindelijk meer verbeteren en dat zorgde ervoor dat Norris vanavond van pole mocht starten met Verstappen naast hem. Sainz werd derde, Leclerc vierde en Perez wist uiteindelijk geen tijd meer te zetten en dus zal hij starten vanaf P10. Verstappen was gisteren tijdens de persconferentie, ondanks zijn tweede plek, optimistisch. Het potentieel was er om eerste te worden, dus dat is heel goed. Ja, het leek erop dat we competitief waren. We hebben een paar kleine aanpassingen aan de auto gedaan, wat weer goed voelde en ik hoop dat dat ook morgen positief zal uitpakken. Hoewel de pole position binnen handbereik lag, is Verstappen vooral blij dat Red Bull weer op eigen kracht mee kan doen om de bovenste plekken. We konden in ieder geval voor pole vechten en dat was lang geleden. Over het algemeen ben ik blij. Ik ben niet gefrustreerd, dit hoort gewoon bij kwalificaties. Ik voelde me vandaag best goed. We hebben een paar aanpassingen aan de auto gedaan en hopelijk helpt het ook weer voor de race. Hopelijk kunnen we hetzelfde proberen te doen. Aldus Max Verstappen. En nu we het toch over Max hebben, hij is gestopt met het bewust geven van bijzonder korte antwoorden tijdens de officiële persconferenties van de FIA. Na zijn overwinning in de sprintrace moest Verstappen opnieuw en voor het eerst sinds Singapore plaatsnemen bij een persconferentie van de FIA, maar dit keer geeft hij wel uitgebreide antwoorden op de vragen van host Tom Clarkson. Als Verstappen vervolgens van motorsport.com de vraag krijgt of zijn protest dus ten einde is en of daar een specifieke reden voor is geweest, zegt hij met een glimlach, nee, ik ben gewoon een goed persoon. Daarmee lijkt de boycott van Verstappen dus ten einde. Red Bull Racing kan met een gerust hart zich weer gaan concentreren op het racen. De saga rondom het BIP-mechanisme van de RB20 is afgesloten, zo heeft Nicolas Tombazes van de FIA uitgelegd. De RB20 heeft een mechanisme waarbij het mogelijk zou zijn om de hoogte van de BIP of T-tray te veranderen, de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. De teams, en dan vooral McLaren, wilden dat het door de FIA onderzocht werd, denkende dat Red Bull het kon aanpassen in Parc Fermé via een knopje of een programma op het stuur van Verstappen of via een monteur. Maar Red Bull heeft kunnen bewijzen dat ze daar niet toe in staat zijn. De Internationale Autosportbond heeft het onderdeel wel verzegeld en het moet op zijn laatste in Sao Paulo uit de auto zijn gehaald. Het mechanisme zou Verstappen en Perez geen competitief voordeel hebben opgeleverd. Kan ik eerlijk zeggen met absolute zekerheid of er iets ongewoons is geweest? Nee. Kan ik zeggen dat de zaak gesloten is? Jazeker. Zo begon Tombazes via directeur van de single-seat racerij tegenover autosport.com. Het is moeilijk om achteraf te bewijzen wat er precies is gebeurd en we denken niet dat we de mogelijkheid hebben om de situatie van 2 jaar geleden te onderzoeken. Ja, dat was hem alweer, de GPFN's Race Day op zondagochtend. Vanavond om 9 uur zal de hoofdrace van start gaan. En als je nou niks wil missen van al het nieuws rondom de Formule 1, volg ons dan eventjes en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!